En weet je wat Tusjes? Nee, je hebt net je boek voor je helft gelezen. Hij is altijd een kneusje geweest en nu zit hij in Utopia. Nu denkt hij dat hij de man is, omdat hij aandacht krijgt van vrouwen. Ja. Maar die gozer komt helemaal nergens in zijn leven, want hij zet met niks door. Hij is gewoon een lafaard. En dan kan hij mij nu een grote bek gaan geven, maar had hij maar 1% hier gewerkt van wat ik heb gedaan. Dan had hij zijn mond open mogen trekken. Nu mocht hij helemaal niks tegen mij zeggen hierover. Helemaal niks. Ziek, ja, gewoon echt geen mond houden. Maar het is toch echt gewoon niet normaal hoe hij gewoon alleen maar verandert voor geld? Joh, het is vreselijk. Yes. Ik kan het ook niet meer aanzien. Dat met Frenny ook. En dan kan ik Frenny ook weer niet uitstaan. Dan denk ik, meisje, je ziet het toch. Ja, maar Frenny trapte gewoon keihard. Ja, maar je bent toch geen hamster die in een speelbal zit? Zo laat ze zich behandelen. En ik kan het blijven zeggen, ik kan gesprekken blijven houden, maar het gebeurt gewoon voor mijn neus. Ik heb haar gewaarschuwd, ik heb het lief gezegd, boos gezegd, eerlijk gezegd, met een omweg gezegd. Ik heb alles gedaan. Alles. Maar hij moet gewoon niet met haar spelen. Hij moet überhaupt niet met vrouwen spelen. Ik had ook nog met Frenny over die foto die hij weg had gehaald. Ja. Foto's. Foto's. Ja. Maar toen vroeg Frenny, dat heb ik toch niet tegen jou verteld? Ik zeg, nee, van Merel. Ja. En toen liep ze weg. Ja. Maar ja, dat is niet zo. Weet je wat het wel is, Jess? Als zij maar nu genoeg aandacht van Ger krijgt en Ger plant haar helemaal in, dan zijn we haar wel kwijt. Ja, nou ja, prima toch? Nou, niet echt. Hm? Niet echt. Waarom niet? We hebben Fren ook nodig. Wat? We hebben Fren ook nodig. Waarvoor? Nou, als we in ieder geval met z'n drieën blijven. Het vader die ik vandaag weer heb gehoord, lijkt me dat nogal belangrijk. Kijk, weet je wat het is, Meer? Mag ik kacheltje ook wel hier beneden zetten, lief? Ik heb het zo koud. Nee, dan worden we straks echt ziek. Maar voor nu eventjes. Hoe vind jij dat Hiske haar eerste 15 maanden heeft gedaan? Heeft zij in de eerste 15 maanden veel initiatief getoond en gewerkt? Nee, ze zat ook pas daarna gaan doen. Ook pas richting de finale, toch? Ja. Ja. Is toch ook raar? Nee, het is niet raar. Nou, het is wel raar, bedoel ik. Maar het komt allemaal door die pot, het komt allemaal door de titel. Mensen gaan in één keer allemaal rare dingen doen. Ja. Maar weet je wat ik daar niet aan begrijp? Ik zeg je heel eerlijk, en dat heb ik ook tegen Gernet gezegd. Ik zeg, luister. Ik zeg, als jij dat gewoon vanaf het begin had gedaan, ik ben vanaf het begin niet veranderd. Ik ben vanaf het begin met een doel binnengekomen. Dat heb ik zelfs uitgesproken bij binnenkom. En daar heb ik me gewoon door al mijn maanden heen heb ik me daaraan gehouden en ben ik niet van afgeweken. En dan heb je uiteindelijk ook het recht om mensen ergens op aan te spreken. Maar op het moment, 15 maanden lang, hij heeft amper zijn eigen was kunnen draaien. Hij is maandenlang heeft hij zijn eigen was niet gedaan. En dat is Mariska toen maar allemaal een keer in een hele week gaan doen. Jongen, totdat hij met jou omging, lag hij dagen in de tent, omdat hij niemand meer had, omdat Joa weg was. En toen Joa hier was, lag hij ook dagen met Joa in de tent. Ja. Ger heeft minimaal 11 maanden lang in een tent gelegen en helemaal geen flikker uitgevoerd. Echt geen flikker. Ja. Maar dan moet hij nu ook gewoon normaal doen. Kijk, weet je wat het is? In zijn positie had hij nu gewoon op dit moment moeten zeggen, hey, ik maak geen enkele vorm van kans op een titel. Ik verdien het ook niet, maar ik wil wel graag bij de laatste 5 zitten. En dan zit je weer in een hele andere situatie. Ja, maar dat maar is niet zo motivatie. Hij denkt nu op dit moment dat hij heel veel kans maakt. En dat als hij nu nog even 3 weken hard gaat werken, dat dan het publiek denkt allemaal dat hij een hele harde werker is. Maar je moet je vooral niet vergeten dat de mensen buiten ook niet op hun fucking achterhoofd zijn gevallen. Hè? Nee. Dat zijn niet allemaal imbecielen die allemaal in kan palmen door gewoon even 1 dag lief te zijn. Wat dat betreft is Frenny ook een beetje zijn testcase, hè? Maar tegen Fren doet hij 1 dag lief en het is weer goed. Mm-hmm. Tuurlijk, maar weet je wat het is, Jess? En dat vind ik zo'n zonde van Fren. Stel, jij zou leuk tegen Fren doen, dan boeit het er ook niet. Dan is ze helemaal gek op jou. Ja. En ik zag Gernet ook gewoon naar de toe gaan en de kusjes geven en zo. Op haar mond. Ja, dat is allemaal een groot spel, man. Maar wat verwacht je dan? Dat je gaat winnen door zo te doen? Ja. Maar ik zeg je eerlijk, ik denk dat hij het denkt. Ik denk echt dat hij denkt dat mensen erin trappen. Weet je wat, dat gesprek ooit met hem gehad. Toen zei hij tegen mij, weet je wat het is meer? Toen zei hij, ik heb bijna mijn 15 maanden gehad, weet ik veel wat.
En de eerste 10 maanden was ik hier terror met de 3 musketiers. Heb ik alles geflikt wat ik wilde flikken. Hij zegt, niet dat tijdperk zijn mensen al lang vergeten. En nu ik naar mijn 15 maanden toe ga, ben ik gewoon de normale Gerrit. En dat is wat mensen van me onthouden. Toen was hij er al mee bezig. Toen wisten we nog niet eens dat Utopia ging stoppen. Toen zei hij dat soort dingen al. Ik moet er alleen echt voor waken dat hij ons gaat naaien. Want echt, hij kan echt lachen, kan ik je wel vertellen. Ja, dat gebeurt niet. Ik weet het niet hoor. Ik ga het morgen horen op de markt. Liefie.